Wilco. Het plan werkte, maar het pakte niet zo uit aan het einde als dat je hoopt. Hoe stap je dan van de fiets? Nou, nog met een goed gevoel, ja, weet je. We hebben wel het geel. Dus dat is in ieder geval een goede zaak. Maar ja, dat is ook de Tour, hè. Pogacar is gewoon een sterke concurrent. Maar op zich, het plan werkte wel. Alleen, ja, dat was er nu even een sterke. Ja, verrast het jou dat hij een half minuut terugpakt als je naar gisteren kijkt? Ja, eigenlijk wel. Ik had dat niet, zeker niet verwacht. Gisteren kraakte die wel echt. En ja, vandaag wederopstanding. Ja, kun je met deze uitkomst al spijt hebben dat je deze plannen zoveel energie in gestoken hebt? Of is dat een stomme vraag? Nee, dat is een stomme vraag. Ja, nou, stomme vraag. Weet je, als je een plan hebt, je moet toch wat proberen. We staan nu aan het geel en ja, je wilt proberen deze Tour te winnen. En dat probeer je met zulke soort momenten. Dus ja. Ik denk dat het een goed plan was, maar alleen pakte het niet helemaal zo uit zoals we wouden. Ook al bestaat de schrik dat Tadej Pogacar, want dat is de theorie die leeft, dat hij gaandeweg, en zeker in de derde week, op zijn allerbest zal zijn. Omdat hij niet de ideale voorbereiding heeft gehad, dat hij nu echt wel kan groeien. Ik geloof niet dat je echt kan groeien in een grote ronde. Natuurlijk is het wel, je kunt wel fris aan een grote ronde starten en dat je dan sowieso aan het einde niet slechter wordt, maar... Ja, weet je, ja, ik geloof niet echt dat je kan groeien in een grote ronde. We zijn gewoon met ons plan bezig en we weten wat wij kunnen en wat er nog te wachten staat. En daar zijn we mee bezig. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Merci.